In het volgende item komt Sim van der Borne als eerste aan het woord. U kent hem vast nog wel. Altijd aanwezig en deelnemer in doldwaze hilarische situaties. Maar ook zijn medespelers kunnen er wat van. Kempen TV wenst hen in ieder geval veel succes. Welkom bij Tel uit je winst, de eerste repetitie. Het is nu 23 augustus en 8 oktober staat onze eerste voorstelling gepland. Mijn naam is Sam van der Borne. Ik ben naast speler in het stuk ook tevens de producer en de regisseur. Met een heel nieuw concept. Spelers uit de regio, dus niet de toneelvereniging zoals u kent van Hoogemeerd of Reuzel, maar echt spelers uit Hoogemeerd, uit Reuzel, uit Bladel, samen in één stuk. Oeh, de camera. Nou al. En we moeten nog gaan oefenen. Waarom ben je niet meteen teruggegaan? Ja, ik was in shock. Wat zou jij doen? Als jij je handtasje om hebt hangen en je denkt je wil je lippen even gaan stiften, je doet je tasje open en er zit 2.755.000 euro in. Hoe weet jij dat bedrag zo precies? Het is een hilarisch stuk, een heel vlug stuk. Echt een echte moeite waard in mijn ogen. En zeker met deze combinatie van spelers die u nergens tegen zult komen. Moet ik iets zeggen over het toneelstuk van Tel uit je winst? Nou, ik doe mee, ja. En waarom doe ik mee? Sam had mij gevraagd en het was een mooie rol die ik Gerwin een keer zou willen spelen. Ik had kunnen zweren dat die zuster zijn. Joost, het doet er niet toe. Ga je excuses aanbieden, spelen niet nog meer politie over de vloer. Nou, ik weet zelf wel hoe ik dat moet doen. Nog meer politie? Harry wordt in de keuken door een agent ondervraagd over een diefstal. Heb ik hier iets gemist? Ongelooflijk, hè? Ik ben gevraagd door onze Sam natuurlijk en hij zei van nou pap, er zit een mooie rol voor jou in. En die ga ik er ook echt alle moeite voor doen om die mooi er neer te zetten. Ik ben Ad Barmans, ik ben lid van de toneelvereniging van Reuzel. En ik speel met veel plezier dit stuk mee. Waarom denkt u dat mijn man Harry dood is? Twee kogels in zijn achterhoofd. En zijn lichaam is gevonden in de Maas bij de kop van Zuid. En zijn benen waren vastgebonden. Zijn benen vastgebonden? En zijn armen. Zijn armen? En er waren zware zandzakken aan zijn enkels vastgebonden. Oh, dus het was geen ongeluk? Nee, mevrouw, mijn medeleven. Kan ik een kopje koffie voor zetten? Nee, geen koffie, dank u wel. Iets sterkers wellicht, gezien de omstandigheden. U drinkt? Ja, gulzig. Ik doe mee met een stuk Tel uit je winst in een heel klein bijrolletje. Ik heb nog geen podiumervaring met toneel, wel met Tom praten. En ik wil eens gewoon gaan kijken hoe dat is. Nou, mevrouw Boutersen. Mevrouw Boutersen! Hoor ik het goed? Nou, nog maar net. Maar dat wordt allemaal beter na de operatie. Hoe gaat het? Fijn dat jullie er waren. Hoe gaat het met Carla? Carla is in de slaapkamer. Ze is erg overstuur omdat wij vertrekken. Oh, maar moeten wij dan nog niet even blijven? Terug naar de plantage. Plantage? Plantage! Koffie! Nee, dank u. Dit was slechts de eerste repetitie, maar we zien jullie graag bij Tel uit je winst! Ik ben Marjan. En ik ben Marion. Kom allemaal kijken op 8, 10, 15 of 16 oktober naar Tel uit je winst. Dan is dit nou het einde en doe ik meteen de deur dicht. Hey.